Nishiwara wordt primair verdacht van de poging doodslag, zware mishandeling in de periode 20 december 2011, 12 oktober 2012. Zo lang duurde het schrikbewind dat de Roemeense verdachte voerde tegen de Nederlandse vrouw met wie hij in Oud-West samenwoonde. De vrouw was ernstig ziek. Ze had HIV en TBC en hij zou haar de medicatie hebben onthouden. Dus met andere woorden, die heb je nodig om niet dood te gaan. Dat moet nog objectief worden vastgesteld hoe dat precies zit. Maar mijn cliënt was in ieder geval, had het idee dat zij door medicijngebruik, dat zij juist daardoor dood zou gaan. Althans, zware schade aan de gezondheid zou oplopen. Volgens onderzoeken had de man een waanstoornis en geloofde hij in een moordcomplot tegen hem en zijn metgezel. De vrouw, op dit moment buiten levensgevaar, was er slecht aan toe en zat op een zeker moment 20 kilo onder haar eigen gewicht. Het is niet alleen het onthouden van medicatie, maar ook onthouden van medische zorg, contact met hulpverleners, het vasthouden in de woning, mishandeling, bedreiging. Dat ontkent hij. Dat wordt door justitie gesteld en dat is allemaal nog te bezien wat daarvan bewezen verklaard kan worden. De zaak is namelijk voorlopig aangehouden. Eerst komt er meer onderzoek naar de geestesgesteldheid van de man en naar welke medicijnen de vrouw precies wel en niet slikte. De verdachte, die vandaag niet in de rechtbank aanwezig was, blijft in voorarrest.